Welkom allemaal bij de Bali Live. In de salon van de Bali praten we regelmatig over kunst, cultuur en actualiteit. Ik ben Zara Toxus en ik ben programmamaker bij de Bali. En vandaag praat ik met Europarlementariër Kati Piri namens de PvdA en met Michiel Luining, bestuurskundige en historicus. En we praten over Hongarije en de onlangs aangenomen noodwet. Volgens de Hongaarse premier Orbán is deze wet noodzakelijk om het coronavirus te bestrijden. Maar critici wijzen erop dat hij antidemocratisch is en dat het een greep is naar absolute macht. Ik praat erover verder met mijn twee gasten. Welkom beiden. Goed dat jullie er zijn vandaag. Dankjewel. Voordat we direct in het onderwerp duiken, alle lidstaten van de Europese Unie, er is nu alle hens aan dek om dat coronavirus te bestrijden. Ze zijn bezig met of er wel genoeg IC-bedden zijn, mondkapjes, testen. Het is topprioriteit om mensenlevens te redden. Waarom is het, Kati, nu toch belangrijk om het hier nu over Hongarije te hebben? Omdat het niet niks is wat daar gebeurt. Je ziet dat eigenlijk Viktor Orbán die verleiding niet kan weerstaan om zo'n crisis te misbruiken, om nog meer macht naar zich toe te trekken. Dit gebeurt binnen de Europese Unie. En als dit binnen de Europese Unie laten gebeuren, dan hou ik mijn hart vast voor wat voor voorbeeld je afgeeft binnen de EU naar andere landen, maar natuurlijk ook naar daarbuiten. Wat vind jij, Michiel? Moeten we juist in tijden van crisis het hier wel over hebben? Ja, ik sluit me aan met wat Kati zegt. Als we allemaal zeg maar, een kritische politieke burger zijn binnen de Europese gemeenschap, dan ja, dan los van het coronavirus, misschien is er dan een ander politiek virus waar we dan mee te maken kunnen hebben in Hongarije, dat zich dan kan verspreiden. Ja, en zoals Kati al aangaf, in de Europese gemeenschap zijn we steeds meer met elkaar verbonden, afhankelijk van elkaar. Als Europese burgers delen we de Europese ruimte, ook in Hongarije. Bedrijven over en weer doen zaken. Belastinggeld gaat via de EU-fondsen over en weer. In de EU beslist Hongarije ook mee in de EU-instellingen die ja, in toenemende mate over ons leven gaat. Dus ja, om misschien ook een juridische term te gebruiken. We erkennen elkaar wederzijds wel, maar er moet ook wederzijds vertrouwen zijn. En dus gaat de kwaliteit van democratie in elkaars landen, gaat ons in die zin ieder aan. Als ik nog kan uitweiden, de EU is bijvoorbeeld geen superstaat, maar wordt gedragen door allerlei nationale instellingen en rechtbanken. Dus die zijn allemaal ook Europese rechtbanken en instellingen. Dus we moeten niet per se bovenop de democratische stoel gaan zitten van Hongarije, maar misschien moeten we wel naast gaan staan. En als Hongarije van die rechtsstatelijke democratische stoel afvalt, ervoor zorgen dat die wel weer in die stoel terechtkomt. Want anders krijgen we problemen in onze Europese gemeenschap. Jullie hebben me overtuigd. We gaan het over hebben. En even over die crisis. Er wordt ook wel gezegd dat machthebbers juist crisis gebruiken om dingen een beetje zo stilletjes door te drukken. Hè? Of tijdens een financiële crisis of als er dreiging is van terrorisme. Denk jij, Michiel, dat Orbán dat nu ook een beetje zo expres heeft gedaan met die noodwet bijvoorbeeld? Hij heeft wel een nieuwe soort politieke campagne gestart dat hij ten eerste politiek kan winnen door het aan te tonen ik wil de crisis serieus aanpakken. Maar zijdelings zijn er ook zorgen dat door die noodtoestand of noodwetten die ook meer macht naar zich toe trekken die misschien minder te maken hebben met de bestrijding van corona. Maar denk je dat hij het bewust wel nu heeft gedaan? Nu heeft dit moment die noodtoestand heeft verlengd? Ja, achteraf wel. Want volgens mij liep hij eerst een beetje achter de feiten aan. Wilde hij niet eigenlijk de corona-epidemie zo serieus nemen. En de oppositie en ook volgens mij binnen Fidesz wilden ze dat die crisis toch echt serieus moest worden genomen. En toen dacht Orbán, oké, nu moet ik ook het roer omgooien. En toen zag je ook gelijkertijd mogelijkheden om zijn campagne te veranderen. En dit aan te grijpen om ook inderdaad zijn macht verder proberen uit te breiden. We gaan het zo verder hebben over de noodwet. Kati, jij bent natuurlijk helemaal met het onderwerp bezig en je werkt gewoon door. Ik heb begrepen dat je ondertussen ook mantelzorger bent voor je moeder. Dat je een maand eigenlijk niemand ziet, behalve wij nu. Heel fijn dat je hier nu toch wil zijn. Hoe doe jij je werk nu? Hoe gaat dat? Hoe praat je met fractiegenoten en parlementsleden? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, je hoort natuurlijk te zeggen dat het werk gewoon doorgaat. Maar weet je, wel met horten en stoten. Eerst moesten we natuurlijk een veilig systeem hebben om met Europarlementariërs uit 27 landen te kunnen bellen. We moesten voor het eerst vanuit thuis kunnen stemmen. Dat ging ook niet zo makkelijk natuurlijk. Het is uiteindelijk gelukt. De stemmingen gaan wel door. De stemmingen gaan door, de plenaire stemmingen gaan door, volgende week weer. We moesten al stemmen over financiële pakketten. Het Europarlement is mede wetgever wat dat betreft. Dus je kunt ook niet zeggen, nou dat doen we even niet, want dan kan je de financiële middelen niet inzetten.
Maar bijvoorbeeld commissievergaderingen zijn de afgelopen 4 weken hebben niet plaatsgevonden. Dus alles is echt gericht, eigenlijk zoals in het Nederlands parlement, op de hoofdzaken nu rondom de coronacrisis. En heel veel zaken blijven dus de afgelopen weken achter. En we hopen ook met de technische middelen dat we dat de komende week wel weer kunnen oppakken. En daarnaast, ja, ik denk zoals iedereen, heb je wel iemand in je familie of in je omgeving waar je zorgen over maakt. In mijn geval is dat een kwetsbare moeder. Mm-hmm. Ik heb nog een zusje, maar zij moet elke dag naar buiten. Ze heeft een tandartspraktijk, dus ze behandelen nog steeds de urgente gevallen. Dus ben ik degene in de familie die zeg maar de mantelzorg nu op mij neemt voor mijn moeder. Ik woon in Den Haag, dus dat betekent 3 keer per week op en neer naar Utrecht. Boodschappen voor haar doen, dat soort dingen. En tegelijkertijd ook nog je werkzaamheden als europarlementariër. Uiteraard. Best pittig, klinkt ja, dat? Ja, en wat dat betreft, dat is dus typisch zo'n moeder die denkt, ja, maar je hoeft toch niet naar Brussel, dus je hebt toch geen werk nu? En dan merk je wanneer je weer terugrijkt uit Utrecht, dat gewoon die to-do-list eigenlijk hoger steeds toeneemt. Het is niet veel rustiger geworden, maar het is op een andere manier werken natuurlijk. Ja, ja. Laten we even naar die noodwet gaan, naar de actualiteit. Hè. Op 30 maart werd de noodwet verlengd. Dus er was al een noodwet om het coronavirus te bestrijden. Dat bestond uit dingen die best normaal klinken, als dat de scholen langer dicht blijven, dat de cafés eerder sluiten. Maar er zijn ook een aantal dingen bijgekomen, namelijk dat er 5 jaar gevangenisstraf kan staan op nepnieuws verspreiden over het coronavirus onder andere. En ook dat premier Orbán kan regeren per decreet, dus dat hij buiten het parlement om eigenlijk wetsvoorstellen kan doordrukken. Allemaal om dit virus te bestrijden, wordt er gezegd. Wat heeft dit nou met het coronavirus te maken, die nieuwe noodwet? Nou ja, wat mij betreft niks. Het is het coronavirus een beetje misbruiken om deels de oppositie buitenspel te zetten. Kijk, hij heeft natuurlijk al een 2/3 meerderheid in het parlement. Dus hij kan eigenlijk alles al doen wat hij wilde. Maar hij wil ook gewoon geen podium bieden aan de oppositie. Dus dit is denk ik één manier om dat te doen. Het parlement eigenlijk kan nog wel bijeenkomen, maar doet er niet meer toe als een regeringsleider per decreet kan beslissen. Aan de andere kant zag je natuurlijk, hij had een paar maanden geleden met lokale verkiezingen heeft hij een enorme tik op de neus gekregen. Veel oppositieburgemeesters in de grote steden, ook in de hoofdstad Boedapest. Die zet hij natuurlijk nu op deze manier op een lager pitje. En de journalisten. Want ook met name in de hoofdstad zijn er toch nog steeds ook kritische media. Die kunnen helaas het platteland niet bereiken. Maar vooral via online, een aantal kranten. Op het moment dat je zegt, ik kan u bestraffen omdat u nu een bericht heeft gemaakt. Bijvoorbeeld een tekort aan mondkapjes in een ziekenhuis. Dat leidt tot paniek in de samenleving. Je hoort het nu al, hè? Die wet is er nu 2 weken. Echt artsen die niets durven te zeggen tegen journalisten omdat ze bang zijn dat er een mogelijk proces tegen hen komt. Ja, om daar 5 jaar gevangenis op te zetten, dan betekent dat je ook natuurlijk de media monddood maakt. En er is nog niemand opgepakt of gearresteerd vanwege deze? Niet dat ik weet, maar ik weet wel dat er al bedreigingen zijn geweest. Ja. Ook tegen een burgemeester, een oppositieburgemeester in Mohács. Ja. Ik weet dat een aantal echt medici hebben gezegd, wij durven geen interviews te geven. Dus het heeft precies dat effect wat Orbán wil. Je hoeft niet eens zozeer tot een veroordeling te komen, maar je wil voorkomen dat er ook maar iets van een kritisch geluid is op het beleid van de regering. En Michiel, deze noodwet is eigenlijk een verlenging van de eerdere. Mm-hmm. Wat is hier nou nieuw aan? Ik bedoel, wat is er hiervoor? De Centrale Europese Universiteit is weggepest uit Hongarije eerder. Er zijn rechters met pensioen gestuurd en nieuwe rechters aangenomen die loyaal waren aan Orbán. Wat is hier nieuw aan deze noodwet, anders dan wat er al eerder gebeurde? Ja, inderdaad, wat er was eigenlijk al aangegeven was die 2 dingen eigenlijk. Die aanpassing van het strafrecht, dat als je nepnieuws verspreidt of de effectieve maatregelen dwarsboom van de regering ter bescherming van het coronavirus. Formeel klinkt het allemaal mooi en volgens Europese richtlijnen, maar we weten niet hoe dat wordt ingezet. En we zien al dat het intimiderend wordt ingezet. Dus misschien, die burgemeester wordt bijvoorbeeld nu volgens mij onderzocht door het OM. Misschien komt het niet tot echte rechtszaken, maar het gaat natuurlijk om de chilling effect. En het nieuwigheid is inderdaad onbepaald. Dus de status van gevaar is voor onbepaalde tijd verlengd. Dus dat zijn nieuwe dingen. En formeel zijn er allemaal wel waarborgen, de grondwet en het constitutioneel hof. Maar ja, zoals je al aangaf,
een paar jaar geleden is het Consulhof eigenlijk al, ja, onderzoek laat zien dat het eigenlijk al richting de regering is gegaan. Dus al zijn en rechtbanken nu functioneren ook wat minder goed ten tijde van de crisis. Dus als er besluiten binnen die noodwet worden genomen en die zouden misschien bepaalde rechten schenden, dan is het heel moeilijk via de rechtbanken en het Consulhof dan, ja, je gelijk te halen. Dus het is, ja, het is in die zin een indirecte stap naar meer intimidatie. Maar je moet goed kijken naar de concrete maatregelen die worden genomen. Ja. Binnen deze noodwet. Maar ja, daarnaast heb je ook nog steeds die 2/3 meerderheid in het parlement. Dus ja, dat gaat ook gewoon door. Ja, en het is dus oneindig. Er is nu geen einde aan die noodwet. Het is voor onbepaalde tijd. Dus ja, dat kan maanden, jaren duren. Ja, klopt. En dan formeel kan het parlement natuurlijk dat weer terugdraaien. Per 2/3. Per 2/3 meerderheid, dus daar heb je het al. En als zou dat kunnen, dan heb je nog de president die het kan vetoen. En nou, de president is, staat nogal dicht bij Orbán. En ja, het Consulhof ook. Dat is, ja, in die zin is het moeilijk weer terug te draaien. Ook al kan, hè, als je natuurlijk met regeringsvertegenwoordigers praat, die hebben allemaal formeel mooie verhalen en gelijk. Maar ja, hoe het dan in de praktijk werkt, daar kan je natuurlijk wel je twijfels over hebben. Ja. En Kati, je hebt een Hongaarse achtergrond. Je ouders komen daar vandaan. Wat hoor je van familie en vrienden? Hoe reageren zij hierop? Verschillend, want ook onder de familie in Hongarije zitten er verschillende kampen. Een deel die de regeringspartij steunt, een deel die hem niet steunt. Ook binnen jouw familie? Ook binnen mijn familie. Ik denk dat heel veel families gespleten zijn, afhankelijk misschien ook van de sector waar je woont, waar je werkt. Kijk, ook in Hongarije, dat klinkt misschien heel raar om te zeggen, maar de zorgen zijn nu met name over corona. En dat is natuurlijk ook, dat zijn bijna alle gesprekken met familie en vrienden in Hongarije gaan daarover. Helaas is het zo, net zoals eerder de voorbeelden die je gaf, toen het ging over vervroegd pensioen sturen van de rechters, NGO's opdoeken omdat ze zogenaamd door buitenlanders gefinancierd worden of Soros NGO's zijn. Het raakt helaas elke keer maar een kleine groep intellectuelen die zich daartegen verzet. Of een aantal mensen in de hoofdstad Boedapest die zich daar druk om maken. Omdat zij inzien dat dit natuurlijk op langere termijn gewoon betekent dat het einde Hongaarse democratie is. En bedoel je, het is niet genoeg? Het raakt zo weinig mensen dat de rest zich er niet zorgen over maakt? Nou, de effecten merk je niet meteen van zo'n wet, hè? Dus als jij thuis zit nu, ook onder quarantaine of in isolatie, en je maakt je zorgen, je bent kwetsbaar, dat je misschien ziek wordt. Ja, het interesseert jou niet zoveel dat er een wet wordt aangenomen, waardoor misschien journalisten een aanklacht tegen hen krijgen. Dus als je het heel erg op jezelf betrekt, je hebt er zelf op dat moment weinig last van. Dus helaas is het zo dat het een relatief kleine groep mensen is, natuurlijk geleid ook door de oppositie, die zich hier heftig tegen heeft verzet. Maar alsnog blijven de zorgen met name over, zijn de ziekenhuizen klaar? Het antwoord is natuurlijk absoluut niet. De IC's in Hongaarse ziekenhuizen zijn absoluut niet klaar voor deze crisis. Dus Orbán weet dat de zorgen nu zo groot zijn over de gezondheidszorg, dat hij er binnenlands mee wegkomt. En hij weet ook dat nu binnen Europa alle regeringsleiders totaal gefocust zijn op nationaal, hoe gaan we deze crisis aan? Hoe zorgen we ervoor dat de ziekenhuizen niet overlopen? Dat hij er eigenlijk mee wegkomt. Ja. Laten we even naar die regeringsleiders en ook naar de Europese Unie gaan. Want de afgelopen tijd zijn er wel wat reacties gekomen, hè, vanuit de Unie, maar best voorzichtig. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die zei, ik ben bezorgd, maar noemde de naam van Hongarije niet. Er ging een of andere verklaring rond, eerst langs alleen maar West-Europese landen, waarin nog eens werd gezegd van, we moeten de waarden en de principes van de Europese Unie hoog houden. Die werd dan ondertekend, ook door Hongarije. Dat klinkt een beetje als een blamage, hoe daarop is gereageerd. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Kijk, ik denk als er één taal is die Viktor Orbán begrijpt en verstaat, is het gewoon eigenlijk de Hollandse botheid. En dat was dit natuurlijk totaal niet. Ursula von der Leyen, ten eerste, is natuurlijk al dubieus. Zij is gestemd ook door de partij
van Viktor Orbán. Ik weet niet of je het je herinnert. Dus het scheelde maar 9 stemmen dat zij überhaupt verkozen is tot voorzitter van de commissie. Heeft ze mede te danken aan de partij van Viktor Orbán. Ze is daar ook langs geweest. Dus ik was al bang, en helaas blijkt dat nu, dat ze dus op een gegeven moment wel iets moest zeggen. Er was zoveel ophef over wat er in Hongarije gebeurt. Maar toen besloot ze het in algemeenheden te zeggen. Het woord Hongarije kwam er niet uit. Het woord Viktor Orbán kwam er niet uit. Dus Viktor Orbán hoeft ook niet te reageren. De regeringsleiders deden hetzelfde. Gelukkig, Nederland tekent zo'n brief mee. Hè? Binnen de EU zijn we voor een rechtsstaat, voor democratie. Deze crisis mag niet misbruikt worden. Hongarije denkt, nou, dan tekenen wij die brief mee. Zijn we het volledig mee eens? Want dat is natuurlijk... Ze voelden zich niet aangesproken. Dus wat diplomatie, wat normaal gesproken misschien werkt bij een aantal landen. Nou, dit type diplomatie zijn we toch echt al jaren voorbij in Hongarije. Klare taal is het enige wat die man begrijpt. Mee eens? Ja, nee, ja, inderdaad. Ik bedoel, als je het breder trekt... Het gaat natuurlijk uiteindelijk echt om een politieke strijd om de Europese waarden. En dan, als je het specifiek over de EU-rol hebt... Dan wie bewaakt nou de normen en de regels van de Europese Unie? Ja, dan is dat de Europese Commissie, zeg maar, als waakhond en het EU-hof van justitie. Ja, daar zijn ze wel sterk in allerlei specifieke wetgeving binnen de interne markt. Maar met die Europese waarden, rechtsstaat en democratie als geheel wat minder. Ook al heeft de EU daar wel een rol in. En de Commissie moet gewoon waakzaam toekijken wat voor concrete maatregelen Hongarije neemt binnen die crisis en ook na die crisis. En dan kunnen ze inbreukprocedures starten als bepaalde wetgeving in strijd is met EU-recht. En je ziet dat in Polen nu daar ontwikkelingen zijn waar het EU van Justitie en de Commissie terrein wint om Europese waarden wel te beschermen. Gisteren nog begrepen, is er een bepaald tuchtcollege in Polen. Dat mag niet meer, heeft het Hof geoordeeld. Toch? Ja. Dus dat is best wel iets groots wat bereikt is. Er is steeds meer rechtspraak over, we hebben toch wel onafhankelijke rechtspraak nodig. Ja. En dus onafhankelijke rechters. Maar de EU kan in die zin misschien met ook die uitspraak meer zelfvertrouwen hebben en sneller reageren, de commissie. Dus de commissie kan misschien niet te politiek zijn. De lidstaten moeten dat vooral zijn. Maar de commissie kan wel veel sneller reageren met inbreukprocedures. Dus, traag, zeg je. In het verleden is dat gebleken. Inbreukprocedures eerder starten en interim maatregelen aanvragen zoals in Polen gebeurd is. Zodat per direct die wetgeving wordt gestopt. En niet pas als de rechtszaak na 2 jaar gedaan is, dat dan pas de sanctie komt. Want dan is het al te laat wat Hongarije en Orbán heeft laten zien. Dus daar kan de commissie en de EU van Justitie in die zin een proactievere rol in spelen. Maar verder inderdaad, als je het over de lidstaten hebt, die moeten, als zij voor deze Europese waarden staan, en als we aan het begin aangaven dat we een gedeelde Europese ruimte delen, en als jij vindt dat bepaalde principes moeten worden gehandhaafd, dan moet je duidelijke taal uiten. Want anders inderdaad, wat je aangaf, Viktor Orbán denkt, dan zet ik mij de Europese waarden naar mijn hand, want ik word die ruimte krijg ik. Ja. Ik wil even... Mag ik heel even reageren? Kijk, het klopt natuurlijk, hè? En gelukkig hebben we rechters en gelukkig zijn er procedures waardoor uitspraken komen. Maar uiteindelijk is dit ook politiek. Ja. En je kunt dit niet overlaten aan rechters. En wat ik niet begrijp is dat dus kennelijk de helft van de EU-regeringsleiders echt vindt dat dit te ver gaat. Vind ik nog te weinig, hè? Want volgens mij hebben we hier echt een grens overschreden. Maar vervolgens dus niet de telefoon oppakt. Rutte pakt niet de telefoon op om Viktor Orbán te bellen van wat doe je nou? Dit kan je niet maken. Nee, hij laat minister Blok een brief opstellen en daar zetten we een handtekening onder. Maar waar is Rutte dan bang voor? Nou, het is dus kennelijk niet normaal, of men vindt het niet normaal, om elkaar als regeringsleider hierop aan te spreken. En dat is nou precies wat we dus wel nodig hebben. Maar er zit dan een angst onder, lijkt me. Dat als hij denkt, als ik dat doe, dan verlies ik dit of dat. Of dan komt het misschien op een verkeerde manier naar mij terug. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Kijk, de situatie wat er nu in Hongarije gebeurt is niet nieuw. Hè? Dit gaat nu al jaren achter elkaar eigenlijk steeds slechter. En volgens mij is er nu echt een einde eigenlijk met deze wet aan de Hongaarse democratie. Wanneer komt het punt dat de regeringsleiders die telefoon eens een keer oppakken en zeggen tegen Viktor Orbán, nu ben jij te ver gegaan. Kijk, als Europees Parlement hebben wij tegen Hongarije de strafprocedure opgestart. Inmiddels 1,5 jaar geleden. Ja, ik wil heel veel daar naartoe. Ja. Naar die artikel 7 procedure. Dat is de zwaarste strafrechtprocedure die sinds 2018 is ingezet. En dat betekent uiteindelijk zou het stemrecht van Hongarije kunnen worden ontnomen. Dat is iets heel groots. Maar die procedure,
die zit volgens mij nu muurvast. Waar ligt dat aan? Waarom staat dat nu stil? Meerdere dingen. Ja. Eentje is de regeringsleiders. Daar ligt het nu bij op het bord. En je ziet dat je hebt elk jaar eigenlijk 6 maanden een verschillend voorzitterschap in de EU. Dus toen de Finnen de voorzitter waren, die hebben er heel veel druk achter gezet. Nu hebben we een Kroatisch voorzitterschap. Partij die niet zo kritisch is op Viktor Orbán, regeringspartij. En die doen er niks aan. Dus dat is één. Het tweede is die strafprocedure. Helaas werkt het zo dat je het kunt vetoen als één land. Dus het moment eigenlijk alle sancties die je wil nemen, op het moment dat je daar alle andere lidstaten voor nodig hebt, nou dan heb je er al minimaal één, namelijk Polen, die aan de kant van Hongarije gaat staan. En kennelijk voelt men de druk niet, vindt men het niet belangrijk genoeg om hier echt op door te pakken. Mm-hmm. En dan heb je ook die andere landen zoals Polen, Slowakije, Tsjechië. Het lijkt me als die dit zien hoe langzaam dat gaat met Orbán. Dat premier en oligarch Babiš van Tsjechië denkt, nou, ik kan ook nog wel even wat media opkopen als het zo gaat, want er gebeurt toch niks. In principe, de EU heeft wel zeg maar de instrumenten, maar met de beperkingen die net zijn aangegeven, om iets aan te doen. Dus via de commissie en het EU van Justitie. Maar dat is inderdaad beperkt, want de rechters kunnen het allemaal doen. Mm-hmm. Daarna zijn de lidstaten inderdaad aan zet. Maar inderdaad, blijkbaar is er collectief in de Europese gemeenschap toch niet zo'n overeenstemming over die Europese waarden. Maar dan moet ze wel zien uit te komen. Want ja, wat we aan het begin aangaven, anders gaat het problemen opleveren met wederzijds vertrouwen in de gemeenschap. Maar uiteindelijk is er nu wel een inhaalslag bezig. In de Europese Unie ook met meer nieuwe mechanismen om die ontwikkelingen te monitoren. Zoals het voorstel van het Europees Parlement ook. Welke mechanismen zijn dat dan? Een paar jaar geleden, het Europees Parlement heeft iets voorgesteld als in een pact voor democratie en mensenrechten. Dat je hebt bijvoorbeeld het Europese semester ten aanzien van economische criteria. En dat er nu een soort Europees semester komt ten aanzien van de rechtsstaat en democratie. En dan waardoor je dwingender met elkaar erover gaat praten. Maar zitten geen sancties bij je. Nee, maar ik moet ook dan misschien flauw zeggen. Ja, uiteindelijk is het ook aan de Hongaren zelf om het te doen. Hè? Want de EU is natuurlijk geen federale staat. Dus er is inderdaad wat vrijheid. En ja, die vrijheid brengt wel verantwoordelijkheid om inderdaad politiek daarvoor voor de Europese waarde te staan. En dat moeten de lidstaten doen en de Hongaren zelf. Maar misschien wat wel belangrijk is, je kan in ieder geval als EU ervoor zorgen dat je niet een verkeerde ontwikkeling steunt. En dat gebeurt nu bijvoorbeeld met de EU-fondsen die verkeerd worden gebruikt. En ook gewoon fraude. Ja, deels worden gebruikt om een oligarchie rond Orbán te steunen. Maar het moeilijke is dat daarnaast die EU-fondsen ook westerse multinationals van profiteren. Maar inderdaad, als EU kan je zo zeggen, zorg in ieder geval niet voor dat je verkeerde tendens in een democratie rechtsstaat subsidieert. Er is afgelopen week, las ik, nog 5,6 miljard overgemaakt naar Hongarije. Dat was dan ter bestrijding van dit coronavirus. 5,6 miljard? Ik heb het niet gelezen. Dat nieuwe initiatief voor het coronafonds. Ja, dat is nog niet overgemaakt, maar dat wordt is een van de voorstellen. Willen we dat? Moeten we dat willen dan? Kijk, als je het mij vraagt, natuurlijk is het zo dat Viktor Orbán niet vanuit Brussel kopje onder kan gaan. Hè? Dat ligt natuurlijk aan de Hongaren. Maar hij is wel zelf lid willen worden van een club met bepaalde regels. Nou, als je je daar niet aan houdt, dan moet je ook tegen zo iemand zeggen, hallo, dit zijn onze regels. En dat doen we dus te weinig. Daarnaast inderdaad, klopt het, het is de grootste ontvanger van Europese subsidies. Ja, als je per hoofd van de bevolking kijkt. Verre. En waar komt dat geld terecht? Niet bij de Hongaren. Mm-hmm. Dat geld komt terecht bij de kliek van Orbán, zijn familie en zijn vrienden. Een hele kleine kliek aan mensen. We weten dat er corruptie is met die gelden. Dus waarom zetten wij dat soort bedragen niet stop? Wat zijn jullie instrumenten? Wat zijn de instrumenten van de Unie om bijvoorbeeld die fondsen dan tegen te houden? Of te stoppen of te dreigen? Daarmee bestaan die? Kijk, wij hebben natuurlijk altijd gezegd, in principe willen we niet een soort Europees openbaar hof. Hè? Mm-hmm. Dus we zitten natuurlijk in de Europese Unie, waar je natuurlijk ook respecteert dat er gewoon nationale hoven zijn, nationale rechters. Maar ja, die publieke aanklager in Hongarije, elke zaak die hij krijgt, hij is benoemd door meerderheid van het Hongaars parlement, oftewel pro-Orbán, die zegt, ja, jullie zeggen wel dat dit fraude is. Ik heb ernaar gekeken.
dit is helemaal geen fraude. Dus ik ga dit niet vervolgen. Dus je zit natuurlijk een beetje met... Mm-hmm. Europa is geen superstaat, ben ik ook niet voor. Maar tegelijkertijd hebben we inmiddels al een groot probleem... met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in een aantal landen. Waaronder Hongarije. Waardoor dit soort dingen niet worden vervolgd. Wat kan je nou concreet doen? En gelukkig heeft de Nederlandse regering ook gezegd dat ze daarvoor zijn. Ik hoop dat ze zich daar ook echt heel hard voor gaan maken. We maken nu weer afspraken over de komende 7 jaar financiering. Wij willen absoluut dat daar een koppeling in zit. Als er een probleem is met corruptie, als er een probleem is met de rechtsstaat... kan het niet zo zijn dat we maar Nederlands, Duits, wat voor belastinggeld ook... blijven overmaken naar dit soort leiders. Je bedoelt jouw fractie. Van de Sociaaldemocraten? Of wie is wij dan? Wij in ieder geval als Nederland. En gelukkig ook wij als Partij van de Arbeid... maar ook als Sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Okay. Nou, de Nederlandse regering heeft dit standpunt gelukkig ook. En denk je dat dat er doorheen komt? Ook hierbij geldt helaas dat de regels weer per unanimiteit zullen worden... dus die financiering voor de komende 7 jaar... zul je zien dat het weer instemming nodig heeft van alle landen. Maar dat gaat dan niet gebeuren. Nederland is een van de rijkere landen. En gelukkig, de meest rijke landen in de EU zijn ook het meest kritisch op de rechtsstaat. Dus ik denk dat we hier echt een drukmiddel hebben van take it or leave it. Anders komt dat budget er gewoon niet. Ja, ik begrijp even één ding niet helemaal. We zitten dus in die Unie met allemaal verschillende lidstaten. Dan heb je in ieder geval één lidstaat die eigenlijk niet meedoet met dat ophouden van die democratische waarden en principes. Dan is het toch gewoon het Europese Hof. Ik bedoel, kun je dan niet Hongarije daar aanklagen en zeggen... hey, leuk en aardig, maar jullie houden hier niet aan. Dus sanctie dit, dat en dat. Dat heeft denk ik misschien twee dingen te maken. Eén, omdat Orbán een beetje sluipenderwijs en formeel vervolgens de regels doet... omdat hij een constitutionele meerderheid heeft in zijn eigen land. Dus hij kan de grondwet aanpassen, allerlei wetten aanpassen... zodat het allemaal formeel volgens de regels gaat. En dus hij niet echt expliciet uit de bocht schiet... zoals in Polen, die tegen de eigen rechter... en tegen de eigen grondwet... de eigen grondwet schendt. Maar wat je zegt, je bedoelt... wat hij doet, mag eigenlijk gewoon volgens de bestaande Europese regels. Volgens de bestaande nauwe regels. En in Polen zie je nu een ontwikkeling... dat daar meer jurisprudentie over komt. Maar Orbán, die heeft nog... met zijn constitutionele meerderheid in die zin slim aangepakt. En een tweede is dat je had het over een Europees Hof die dan daarover oordeelt, over het hele brede aspect van rechtsstaat en democratie. Ja, dan heb je misschien een echt constitutioneel hof nodig in de EU. Dat is het EU van justitie niet. Ik weet dat daar een discussie was ten tijde van de Europese grondwet of het Lissabon-verdrag. Maar ja, dan komen we weer in de discussie. Wil men in de EU zoveel Europese integratie dat men in detail over de democratie en rechtsstaat in elk land kan oordelen? En volgens mij is daar het sentiment in Europa onder de burgers niet naar. Dus daar zit dus het maar dilemma. Ik zie wel bij dat het Europese Hof is bedoeld om te zorgen dat lidstaten de Europese wetgeving op dezelfde manier interpreteren. En dan staat er zo'n heel lijstje. Dus vrijheid, weet ik veel, democratie. En dan kijk je bij vrijheid en dan staat er bijvoorbeeld pluriformiteit van de media. Nou, Hongarije, nou lijkt me niet. Dan is dat toch een punt waarop je zou kunnen zeggen, nou daarop, of gaat dat dan niet zo? Op specifieke maatregelen of wetgeving, ja. En dat gebeurt dan ook volgens die inbreukprocedures. Mm-hmm. Maar dat is elke keer maar reactief en in deelgebieden. En op sommige gebieden heeft het EU-recht in die zin niet zo verstrekkend over iets over te zeggen. Wel als het over de interne markt gaat, vrij verkeer van goederen, personen en diensten. Ja. Dus ik denk, als Orbán daar een misser maakt of zich uitschiet, dat gevaar loopt, dan zal het EU-hof van justitie wel hem op de vingers tikken. Maar dat is volgens het economische verkeer in de EU en het vrije verkeer van burgers. Maar ja, sommige dingen als media en dat soort zaken, daar is dat minder na. Maar mocht het helemaal spaak lopen, bijvoorbeeld in de rechtspraak, in de rechtsstaat, dan zie je zoals in Polen dat de EU wel kan reageren via het EU van justitie. Dan moet het heel ver komen. Ja. Het klinkt alsof je niet genoeg instrumenten hebt. Ja, en dat is natuurlijk inderdaad, wat is die Europese Unie? Dus we hebben het wel altijd natuurlijk over de waarden, maar verreweg de meeste wetten hebben inderdaad natuurlijk, zijn economisch van aard. En die zijn heel gedetailleerd. Daar houden alle landen zich aan. En anders kan je inderdaad bij Europese rechters terecht. Kijk, om een voorbeeld te geven. We voelen allemaal aan dat op het moment dat hij toen aan de macht kwam en opeens een hele rits
aan rechters een paar jaar eerder met pensioen sturen. Om, dat is natuurlijk hartstikke antidemocratisch. En wat was uiteindelijk de enige manier waarop Europese rechters daar iets tegen konden doen, was om te kijken naar het arbeidsrecht en te zeggen, oh, dit is discriminatie. He, dus dat niet eens. Want dat was het enige waar Europese regels over zijn. Ja. Dus eigenlijk proberen die Europese rechters zich elke keer in een bocht te wikkelen om maar economische afspraken op zo'n manier te interpreteren dat je hele nare ontwikkelingen kunt tegenhouden. Want er is heel weinig wetgeving over wat een democratie is. Er is heel weinig Europese wetgeving over waar je dan aan moet houden. Qua de rechten van de oppositie, qua hoe je verkiezingen organiseert, qua hoe je omgaat met de vrijheid van de media. Maar tegelijkertijd is dus in zo'n verklaring die dan rondgaat, wordt juist heel erg nadruk gelegd op al die principes. Ja. Dus rechtsstaat, vrije democratische vrijheden, dat is wat de EU is, dat is wat we allemaal zijn. Maar dat betekent, als je dus daar specifiek niet aan houdt, is er dus helemaal niet een goed werkend sanctiesysteem. Terwijl dat is wat nogmaals, ik geloof niet dat een goed werkend sanctiesysteem uiteindelijk bij de rechters vandaan moet komen. Mm-hmm. He, dat is mijn opvatting. Mm-hmm. Ik bedoel, stel de rechters hadden nu die mogelijkheid wel. En ze leggen Hongarije een boete op van, nou, honderden miljoenen euro's voor het schenden van de rechtsstaat. Hongarije zegt, we betalen het niet. Het is al eerder voorgekomen. We moeten straks maar kijken. Er zijn een aantal veroordelingen. En we moeten maar kijken in hoeverre Hongarije die boetes ook gaat betalen. Uiteindelijk is het politiek en moet je dit ook politiek maken. Dus waar moet het dan vandaan komen? De regeringsleiders. Merkel, Rutte, Macron. Dat zijn de mensen die Hongarije onder druk moeten zetten. Dat is het enige effectieve middel. Laten we niet vergeten, Orbán wordt nog steeds beschermd door de allergrootste politieke partij in Europa. Ja, er is kritiek. Ja, de helft van, gelukkig, de christendemocratische leiders hebben nu weer een brief geschreven, de zoveelste brief. Je bedoelt de Europese Volkspartij? Ja, de grootste, waar onder andere het CDA in zit. En CDA is gelukkig kritisch. Ja. Het heeft wel even geduurd, maar uiteindelijk zijn ze kritisch. Maar alsnog, Viktor Orbán zit midden in die partij, was jarenlang de vicevoorzitter van die grote Europese Volkspartij. En dat is nog steeds, de dag van vandaag, zitten die parlementariërs nog steeds in de EVP-fractie zonder geschorst te zijn, zonder daar ook maar iets van effect van te hebben. Ja, dat en maakt het ook wel makkelijk voor. Misschien is die EVP, die Europese Volkspartij, ook bang dat als wij Orbán eruit zetten, ja, wat zijn wij dan nog? Blijven wij dan nog wel de grootste? Hoe kijk jij naar? Om inderdaad een breder te trekken voor alle politieke partijen, dat is natuurlijk het dilemma dat inderdaad, was het 14 partijen binnen de EVP willen nu Orbán wel eruit zetten. Maar ze hebben nog niet meerderheid. En met name in dit. Ze hebben 187 zetels. Ja, en nu hebben 14 partijen gezegd Orbán eruit. Maar ja, dat zijn dan de kleine partijen. Het gaat natuurlijk om wat doen de Fransen, de Italianen en de Duitse christendemocraten. Maar ja, het is natuurlijk als je het breder trekt, het is natuurlijk een breder probleem bij elke Europese politieke familie. Die de liberalen, de sociaaldemocraten, de christendemocraten, die hebben allemaal rotte appels in Bulgarije, eerder Roemenië, eerder Slowakije en Tsjechië. En ja, machtspolitiek in de EU, als je een grote familie hebt in het Europese parlement, kan je meer posten in de EU veiligstellen zoals eerder. Nou ja, dat is nu een moeilijk verhaal geworden met het spitsenkandidatensysteem dat een beetje weer afgeschaft is. Maar in ieder geval, als je hoe meer zetels je hebt, hoe meer invloed je hebt in de EU. Dus elke politieke familie is huiverig om iemand eruit te gooien, omdat je anders stemmen mist. Dus Merkel gaat dit nooit doen? Nou ja, we zien een ontwikkeling dat eerder volgens mij de sociaaldemocraten toen iemand geschorst hadden en de EVP dan de Orbán geschorst hadden. En misschien moeten die politieke families overeenkomen dat ze een pact sluiten van als er rotte appels zijn of als een artikel 7 procedure is gelanceerd tegen een coalitiegenoot, dat we hem ook uit de familie gooien, zodat het dilemma opgelost is dat geen één politieke familie een rotte appel eruit wil gooien. Uit vrees, ja, dan vliezen wij zetels, maar de andere familie niet. Ik vind hem niet te makkelijk, als ik heel eerlijk ben. Ten eerste zijn er maar 2 keer artikel 7 procedures gestart. Eentje tegen Polen, die zit in een, in ieder geval niet in mijn politieke familie. En eentje tegen Hongarije, Viktor Orbán, zit in de EVP. En waar ik
echt inmiddels, en ik zal de eerste zijn die zegt, ja, er zitten rotte appels in alle politieke families. En gelukkig zijn we daar ook heel kritisch op. En soms wanneer dat echt te ver gaat, worden die partijen ook gewoon geschorst of eruit gezet. Dat hebben wij ook eerder gedaan, bijvoorbeeld met de Slovaakse Smerpartij als Sociaaldemocraten. Maar elke keer als wij het in het Europees Parlement willen hebben over de serieuze situatie in Hongarije, horen we van de Europese Volkspartij, oh ja, maar dan willen we ook iets over Malta, dan willen we ook iets over... Zij maken het politiek. Mm-hmm. Laten we eerlijk zijn, de situatie in Hongarije is super, niet alleen al jaren gaande. Er loopt een artikel 7 procedure tegen, wat je tegen heel veel andere regeringen niet kan zeggen. En misschien ook wat Hongarije uniek maakt en wat Fidesz uniek maakt. Ze hebben een 2/3 meerderheid. Een 2/3 meerderheid waarmee ze de grondwet alleen kunnen aanpassen in Hongarije. Er is geen partij in geen enkel Europees land met die meerderheid. Dus ja, ik ben de eerste die zegt, ook in mijn politieke familie zijn het niet altijd de sociaaldemocraten zoals ik ze het liefst zou willen zien. En dan moet je daar ook kritisch op zijn. Maar ik word er ook een beetje moe van om elke keer te horen, ach ja, Fidesz, zo heeft elke politieke familie een rotte appel. Maar zeggen ze dit ook 1-op-1 tegen jou als je gewoon even, weet je wel, met een Europarlementariër praat van de EVP? Niet voor de camera, niet voor, maar 1-op-1, reageren ze dan ook zo? Of zeggen ze van, nou, wij vinden het eigenlijk ook best wel moeilijk, maar we weten niet. Nee, kijk nogmaals, hè, dus daarvoor echt, gelukkig als Nederlandse partijen, zijn wij eigenlijk de meest kritische binnen onze eigen families. Dat geldt zowel voor de PvdA binnen de Sociaaldemocraten als gelukkig ook het CDA binnen de EVP. Dus ik ben de eerste om hier niet politiek van te maken en niet opeens CDA hiermee aan te vallen. Binnen de EVP ligt dit echt moeilijk. Dit is iets waar heel veel mensen nu al heel veel ook intern last van hebben. Duitse christendemocraten die gewoon met Europese verkiezingen brief na brief van hun kiezers krijgen, gooi die man dan nou eens een keer uit. Hè? Dus het wordt ook intern een probleem. Ja. Niet alleen op Europees niveau, maar ook gewoon dat ze worden aangesproken door hun eigen partijleden die zeggen, dit hoort toch niet in onze familie. Dus 1-op-1, ja, wordt dat ook toegegeven. Maar naar buiten toe net te doen alsof dit een soort politiek spel is. Van links begint over Orbán, dan begint rechts over een linkse populist. Ja, als we op deze manier mee omgaan, gaan we er niet uitkomen. Ik denk dat we allemaal kunnen erkennen dat Hongarije nu al jarenlang een apart geval is. En dat het nu echt tijd wordt dat we daar eens een keer een streep gaan trekken. Jij zei net, Michiel, we moeten ook buiten de Europese Unie kijken. Als er iets moet gebeuren, moet het ook vanuit de Hongaren zelf gebeuren, vanuit Hongarije zelf. Wat bedoelde je daarmee? Nou ja, dat is de discussie die we net al hadden inderdaad. Wat kan de Europese Commissie, die ook voorzichtig moet zijn, en de EU van Justitie, die ook in die zin voorzichtig moet zijn, want we leven in die zin in een gemeenschap van soevereine staten. En daarnaast heb je natuurlijk de raad en de regeringsleiders die aan zet zijn en de politieke partijen die, als zij voor bepaalde principes staan, daar zich dan politiek voor moeten uiten. Maar ja, de EU can only do so much. Dus uiteindelijk is het natuurlijk een democratie in rechtsstaat moet in een land zelf floreren en gebeuren. Dus de Hongaren die met zorgen naar de rechtsstaat en democratie kijken, die worden natuurlijk wel lastiggevallen. Maar uiteindelijk is daar natuurlijk uiteindelijk altijd de sleutel. En daar kan je natuurlijk wel naast gaan staan en in ieder geval voor zorgen dat de fondsen inderdaad niet in de verkeerde handen vallen. Maar uiteindelijk moet de Hongaren het doen. En dan, nou ja, misschien om een positieve opmerking te maken. Orbán heeft misschien een 2/3 meerderheid, maar dat heeft hij door het kiessysteem effectief behaald met 40% rond de 40% van de stemmen. En in het hele electoraat is dat iets van 25-30%. Hè? Dus er is natuurlijk potentie dat je 70%... als je die mobiliseert, van de Hongaren kan mobiliseren tegen ondemocratische ontwikkelingen van Orbán teweer te laten stellen. En dat is dan de zaak van ook de oppositie in Hongarije, die nog steeds die heel vaak verdeeld gereageerd heeft en nooit, behalve bij de laatste lokale verkiezingen, en toen zag je dat ze succes hadden, dan wel iets eraan kunnen doen. Dus dat wil ik zeggen, daar ligt het dan de sleutel, hè, bij de Hongaren en de Hongaarse oppositie, als ze iets willen veranderen. Uiteraard. En ik denk dat in elk land geldt. Exact, je kunt niet democratie importeren of opleggen. Maar je moet wel ervoor zorgen dat die randvoorwaarden er zijn. En daar maak ik me natuurlijk wel heel erg veel zorgen over. Orbán
heeft al de kieswet zo aangepast dat het heel moeilijk is voor de oppositie om überhaupt te winnen. Het verbaasde mij dat ze het alsnog gelukt is met de lokale verkiezingen. Ze hebben natuurlijk gekeken, gewoon hele kiesdistricten opnieuw ingedeeld, afhankelijk van wat voor hen gunstiger zou zijn. Op het platteland krijg je gewoon echt geen onafhankelijke media meer. Behalve als je heel goed bent qua internet. Een jong iemand met een goede internetaansluiting die die kanalen weet te vinden. Maar de gewone man op het platteland hoort eigenlijk alleen maar de propaganda vanuit de regering. En die randvoorwaarden, daar heb je natuurlijk organisaties als de Europese Unie, de Raad van Europa. Dat soort organisaties moeten dan ook gewoon hun best doen. En natuurlijk is het uiteindelijk aan de Hongaren om te bepalen door wie zij geregeerd willen worden. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Judith Varga, was hier afgelopen november. Justitie, van de justitie inderdaad. Zij zei de hele tijd, er wordt met dubbele standaarden gemeten in de EU. Het is de hele tijd met dat vingertje naar ons wijzen. Orbán zei daar eerder ook nog over van, wij moeten een democratie zijn. Dat doe ik. Ik ben gekozen door de meerderheid van het volk. Vervolgens zegt de EU, je moet dit, je moet dat. Dat vind ik autoritair. Hoe reageer jij daarop? Nou, het is in ieder geval een slimme vrouw, Judith Varga. Het verbaast me dat ze zich voor deze positie leent. Ik had haar iets hoger ingeschat. Maar goed, los daarvan. Kijk, dit is wat Viktor Orbán zegt. Hè. Hij zegt, vroeger keken wij naar Europa. We wilden lid worden, naar die waarden, naar de welvaart. Nu kijkt Europa naar ons. Wat hij wil is echt een ander soort waardestelsel. Hè? Dat illiberale, wat wij een beetje met weerzin uitspreken, spreekt hij met trots uit. Tegen die cosmopolitische elite, terug naar de waarde van het gezin. Dat is een beetje zijn filosofie, dat is zijn manier van doen. Kijk, Viktor Orbán heeft totaal aan zichzelf te danken. En hij wil graag ook die, als de leider van die politieke stroming die we ook in Nederland hebben, die we ook in andere Europese landen hebben. Het is niet iets Hongaars. Die wil hij graag aanvoeren en daar de leider van zijn. Dus hij wil ook graag op die manier, denk ik, aangesproken worden. Dat heeft hij aan zichzelf te danken. Ik zeg ook, Hongarije is niet Rusland. Hongarije is niet Turkije waar de oppositie in de gevangenis zit. Ik bedoel, die nuance mag je wel aanbrengen. Maar het is wel notabene een land dat lid is van de Europese Unie. Dus dat wij kritisch zijn op dit soort ontwikkelingen, dat mag ik hopen op het moment dat wij lid zijn van diezelfde democratische club. Wie hier ook was afgelopen maand in de Bali was een Bulgaarse politicoloog, Ivan Krastev. Even heel kort zei hij dat Centraal-Europese landen, dat die opkomst van die illiberale democratie onder andere ook komt doordat na de val van de muur, na 1989, West-Europese landen zo erg met dat vingertje zijn gaan wijzen. Van jullie moeten net zoals wij zijn, weet je wel, hetzelfde, net zoals ons, maar dit en dit zit nog steeds niet goed. Ja, wat vind jij ervan? Nee, inderdaad, los van de algemene trend is inderdaad misschien in de regio Centraal-Europa van mondialisering, steeds meer zaken die misschien op hoog internationaal niveau worden beslecht, staat natuurlijk een soort tegenbeweging in. Is in Centraal-Europa met na het communisme die transitie en die Europese integratie die er overheen gegaan is, waarin heel veel wetgeving moest worden aangenomen door elites in die regio zonder echt veel publiek debat. Heeft natuurlijk ook weerzin opgewekt. Mm-hmm. En Ivan Krastev zegt ook volgens mij, imitatie, hoe succesvol dan ook, levert altijd irritatie op. En je ziet inderdaad, Orbán die wil zijn eigen Hongaarse model oprichten. En in Polen zie je ook nu een soort unieke combinatie met sociaal beleid met conservatieve waarden. Dus ook al is het succesvol, die imitatie, en ook deels zelf gekozen. Want in de jaren 90, als bijvoorbeeld de Tsjechische president Václav Klaus noemt, die koos zelf heel erg hard voor het privatiseren en al die hervormingen. Want hij zei, er is geen derde weg tussen communisme en kapitalisme. Er is geen derde weg, want de derde weg leidt naar de derde wereld. Dus het is imitatie, maar ook zelf gekozen imitatie. Maar dat levert nu een beetje frustratie op. En misschien ook psychologisch, want ook is het succesvol. Er is natuurlijk vooruitgang geboekt met die hervormingen. Als ik een cultuurhistoricus mag quoten, die zei begin 1900 als reactie op een conservatieve filosoof, die zei van vooruitgang is iets verschrikkelijks. Nou, toen zei Johan Huizinga, nee, het is meer dan dat. Het is alsof je tussen twee kliffen instaat en er is een brug die wordt uitgelaten tussen die twee kliffen en je loopt op die brug en je weet niet of de brug achter je instort of de brug voor je instort.
Dus dat is denk ik ook dat psychologische effect, dat mensen opeens hunkeren naar een sterke staat, een sterke leider. En dat gebeurde in Hongarije uitermate goed, waar Orbán insprong. Want ja, er waren wel 3 crisissen die zich opeenvolgden. Een politieke crisis, dat de socialistische regering dingen had verdoezeld, gelogen had over de cijfers van het land. Daarnaast had je de economische crisis in 2008, 2009, die in Hongarije ook heel hard aankwam. En daarna de immigratiecrisis. Ja, dat gecombineerd kon Orbán opkomen. Even voordat we afsluiten. Katty, waar gaat dit heen? Gaat Orbán door op deze weg of denk je dat hij op een gegeven moment toch water bij de wijn gaat doen? In het verleden heeft hij water bij de wijn gedaan, een beetje. Hè? Uiteindelijk is het wel verder afgezakt. Mm-hmm. Elke keer als er echt kritiek was of als echt een enorme straf boven het hoofd stond. Dus op individuele zaken denk ik dat hij water bij de wijn gaat doen. De trend is duidelijk. Wat hij voor ogen heeft is niet een liberale democratie zoals wij het voor ogen hebben. Hij gunt, bij hem is het echt de winner takes all. Hij is de winner, dus hij takes all. Dat is duidelijk de weg die hij bewandelt. Ik hoop niet voor Hongarije dat ze ook door deze coronacrisis een enorme economische crisis induikelen. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat dat wel gebeurt. Ik denk dat het moment dat het economisch ook slechter gaat in Hongarije, eigenlijk Orbáns populariteit steeds verder zal wegzakken. Dat zag je al nu met de lokale verkiezingen. Ik denk dat het belangrijk is dat de oppositie haar rol ook serieus neemt en die samenwerking ook echt zoekt en dus ook een tegengeluid kan laten horen. Maar qua Orbán heb ik geen illusies. Dat is geen democraat. En jij gaat zo terug naar het parlement. Waar ga jij mee aan de slag? Wij gaan volgende week stemmen over alle maatregelen die in Europa genomen zijn gerelateerd aan corona. En we hebben daar speciale aandacht gevraagd natuurlijk ook voor de Hongaarse situatie en de noodwet en alle consequenties daarvan. Ja. Michiel, 2022 zouden de eerstvolgende verkiezingen zijn in Hongarije. Denk je dat die doorgaan? Ik heb geen glazen bol, maar we weten niet eens of de Nederlandse verkiezingen volgend jaar doorgaan. Stil op mijn hoofd, ik zou zeggen, misschien gaat Orbán wel een stap terug doen, hè, dat die noodwet, noodtoestand. Ja, meer in het licht van die noodtoestand. Ja, dat gewoon wel weer teruggedraaid op een bepaald moment. Misschien later dan gewenst door sommigen. Maar verder zal die gewoon gestaag doorgaan met zijn 2/3 meerderheid. Je ziet dat er nieuwe voorstellen zijn op de cultuursector, binnen het onderwijs, ook binnen rechtspraak, waarin een volgens mij de schoonmoeder van de minister van Justitie, Judith Varga, wordt benoemd. Dus sluipenderwijs zal Orbán overal wel proberen politiek in ieder geval meer macht uit te breiden overal. Hij zal 2 stappen vooruit doen, dan weer een stap terug, maar dan de facto 1 stap vooruit blijven. Maar ja, tot slot, die verkiezingen, die komen er denk ik wel. Dan is het inderdaad aan de Europese gemeenschap als geheel, als politiek en ook de Hongaren, de oppositie en Hongaren zelf, om daar iets tegen te doen. Dank. Dank beiden voor jullie inzichten. Fantastisch dat jullie er waren. We sluiten hiermee af. Ook dank voor de kijkers en luisteraars thuis. Dit was de Bali Live en hou vooral onze agenda in de gaten voor de komende programma's.